Hey, hallo. Hallo. Goedemorgen, goedemiddag. Middag. Jean en Jenno hier en achter ons onze kleine Jules. Wij zitten niet in het land waar we vandaan komen. Nee. Nee, wij zitten in de auto en we zijn aan het rijden met Veronica op de achtergrond. Ja. En dan weet je al waar we zitten misschien, hè? Ja, in Nederland. In Nederland. En het zonnetje schijnt hier goed, dus het is lekker. Ja. Ja, ik heb hier al Amsterdam, Almere, Nieuwegein, zie ik hier op de borden staan. Nieuwegein. Ah ja, Nieuwegein. Vianen, ja. Hagestein. Ja. Maar wij gaan naar Utrecht. Yes. Ja, dat staat er ook nog tussen. We hebben daar een leuk weekendje gepland staan. Ja. Kijken naar uit. Ja, ook heel erg zelfs. Gisteren was trouwens de doop van onze kleine Jules. Als je die vlog nog niet gezien hebt, moet je zeker eens kijken. Dat zijn altijd zo van die bijzondere vlogs waar dat ik nooit echt het resultaat van weet. Dan zie ik dat pas maar wanneer ik aan het monteren ben. Omdat er dan zoveel gebeurt en het vloggen, allee, begrijp me niet verkeerd, maar dat komt dan precies zo niet meer op de allereerste plaats. Nee. Dan ben je te veel bezig met het volk die er is en ook nog wat organisatorisch bezig. Maar je wil er toch wat beelden van, dus af en toe neem je de camera. Maar dat zijn zo van die zaken, ik kan me nu niet meer herinneren wanneer dat ik toen gevlogd heb. Ik ook niet. Dus hoe dat die vlog er gaat uitzien, ik hoop dat het een beetje ik hoop dat een beetje duidelijk is. We hebben ook een paar keer de camera uit handen gegeven, bijvoorbeeld aan mijn broer, om eventjes de situatie een keer te filmen. Bijvoorbeeld in de kerk, als we zelf druk bezig moesten zijn met tekstjes te lezen en zo. Dus ik hoop dat die vlog, het helpt van die speciale vlogs, komt dat het een beetje duidelijk is allemaal. In ieder geval, het was wel een hele leuke dag. Echt waar, fantastisch. Ja, heel fijn om familie rondom te hebben. En ook hoe fijn dat we dat konden doen eigenlijk. Hè? Dat we een feestje konden organiseren. Lang geleden. Ja, voilà, lang geleden ook nog eens corona erbij. Maar dat we zo eens gewoon iedereen bij ons konden hebben. En dat we zo zeggen van kijk, weet je, ik kies nu maar allemaal een keer iets voor te eten, drink maar allemaal iets. Ja. En wij zorgen ervoor dat jullie een leuke tijd hebben. We hebben zelf ook een leuke tijd gehad, dus ideaal. Ja, en dat vond ik echt wel heel erg aangenaam. Ik echt vond het wel grappig, anders Jules is gisteravond om 7:30 gewoon als een blok in slaap gevallen. Ja. En nu is het altijd goed aan het slapen in de auto. Dus dus we toch nog wel een beetje nogal wat bekomen. Bekomen nog van gisteren, dus een tof feestje. Ja. Maar ja, dat is wel fijn, dat is leuk. Dat was trouwens ook eigenlijk de allereerste keer dat Jules zo een feestje organiseerde en meemaakte. Ja. Een feestje voor onze Jules. Dat is leuk. Dat is fijn, dat is fijn. Over een 20-tal minuutjes dan zijn we in Utrecht en dan kunnen we die stad ook eens gaan ontdekken. Yes. Eerst natuurlijk naar het hotel, lijkt me wel belangrijk. Het is 20 na 4, dus ik denk dat we misschien wat kunnen inchecken. Ja. We zullen het wel zien. Ja, en dan gaan we dat nu eerst gaan doen. Allee, eerst naar rijden en dan inchecken. We zijn geparkeerd, we zijn ingecheckt en we zijn nu op de tweede verdieping van het AYO Hotel. En we gaan kijken naar onze kamer. Hè. Welke kamernummer is het eigenlijk? Jij hebt het vakje. Ah, oei. Ja. Kamernummer 203. Oh, daar staan we net recht voor. Yes. Dat is de smalste en kleinste lift die ik ooit gezien heb in een hotel. Ja, heel erg schattig. Handig, hè? Komt eigenlijk omdat dit gevestigd is in een oud gebouw. En ja, daarom wilden toch echt wel een lift in een gebouw hebben, in een hotel. En ja, dit was de enigste optie. Ik vind dit schattig. Ja, prima, alles paste er gewoon in. Ja. We gaan eens kijken naar de kamer, hè. Ja, welkom. Ga maar eens kijken. Ja. Kijk eens hier. Dat is een badje voor Jules. Ah, my. Hey, dat is een bad met ook nog eens een mooi uitzicht, jongen. Ja, wat, hè. Is dat voor jullie helemaal zo'n badje? Ja. Ja. En voor ons is er hier ook nog een douche. Kijk maar. Ah, ik ga even kijken. Ik zal even deur open. Oh, stuwen. Ja. Kijk eens, deze ruimte is helemaal ingericht als douche. Mooi, hè? Dit is de badkamer. Heel mooi trouwens ook die latjes. Heel mooi. Ja. Ja. En ik zie in de verte de slaapkamer. Wow. Wat leuk ingericht, zeg. Het is echt in een nok van het dak. Kijk, zie je. Oh my god. Ziet er heel leuk uit. Commode met een schoon dingetje voor jou. Schoon tafel. Wauw, dat zie je ook niet vaak, hè. We hebben de familiekamer. Hey. Hier ook een bed voor Jules.
En mocht Jules nu wat ouder zijn, dan zou hij in dit bed kunnen slapen. Ja, ideaal, hè? Ook nog eens een mooi bureautje erbij. Ik zei net al, het is het Eye Hotel, dus alles staat hier in teken van ogen. Dat komt omdat jaren geleden, dan spreken we echt over eeuwen en honderden jaren terug, was hier een soort van, ja, een verblijfplaats voor mensen die net een oogoperatie achter de rug hadden. Utrecht is lang een van de weinige steden geweest die, waar je een oogoperatie kon doen. En toen mensen dat achter de rug hadden, dat was natuurlijk niet zoals ze dat nu doen natuurlijk. Dan konden ze hier verblijven en hier recupereren van een toch wel zware operatie. En vandaar dan de naam van dit hotel en het thema. Leuk gevonden, hè, Jules? Ja, hè? Vind jij het een goed bed? Is het goed gekeurd? Mogen mama en papa hier slapen? Wat denk je? Goed? Ja? Goed? Ja, de duim. Ja. Hey, kleine Jules. Gaan we nog eventjes nog profiteren van het laatste... Gaan we nog eventjes profiteren van het licht dat nu nog is? Hey, kleine Jules. Gaan we nog eventjes de stad in? Het is nu nog licht. Straks wordt het weer donker. Goed idee, papa. Ja, dan kunnen we lekker daarna nog een beetje genieten van de kamer. Wat denk je daarvan? Goed zo, papa. Goed zo, papa. Hey, voordat we vertrekken, nog even dit laten zien, dat had ik net niet gezien. Televisie, gewoon echt zo mooi die balk gebruikt om hem daar tegen te hangen. Zodat je vanuit het bed kan kijken. Hey, dat is wel heel erg fijn hoor. En dan hier, dat bureautje dat ik net zei, heeft ook nog eens... is dit een koffiemachine? Jawel. Hier kan je dus van die koffietjes maken. En ook nog eens een thee. Kook een waterkoker waarmee je dan thee kan zetten, ook gewoon in de kamer. Super handig. Heel tof hoekje. Zo. Ja, hè? Heel ja, echt. Leuk. Ik zei ja, net ook wel in beeld gebracht. Ja, echt tof. Ja, jammer dat we nu dat ons Jules nog niet groot genoeg is, anders had hij hier kunnen slapen. Maar langs de andere kant, dit bed is ook prima. Hè? Ja. Het is ons niet gelukt om nog voor de donker nog de stad in te duiken. Ja, okay. Het was wel het plan en daarnet was het nog licht, maar ja, je weet hoe dat gaat. Auto parkeren, plots is het dan weer donker. En één keer knip en dan donker. Ja, maar we mogen. En ook nog een beetje bijgevoed, onze kleine drop. Luier aan, bijgevoed. Dan maar een avondwandeling hier in de stad, hier in Utrecht. Ja. We hebben trouwens een missie deze avond, want we hebben nog een brief te posten. En ik weet niet hoe tegen... Ja, het is een brief die we een label hebben aangemaakt in Nederland, omdat we wisten dat we naar Nederland gingen. En anders moet je dat via België versturen en dan is dat een pak duurder natuurlijk. Ja. Dus nu maar eventjes via Nederland. Ja. Komt perfect trouwens, is ook niet illegaal of zo. Hè. Nee. De bedoeling is nu natuurlijk wel dat we een brievenbus vinden. Ja, daar. Waar? Daar, aan de plus. Ah ja. Oh. Maar dat was snel. Dat ging sneller dan gedacht. Als straks op de missie voor een restaurant binnen even vlug gaat. Ja, inderdaad, dan zijn we weer snel terug aan het hotel. Trouwens, hier de voorstraat waar we nu in wandelen. Hier zijn heel wat cafeetjes, restaurantjes, heel gezellig allemaal. En de man aan de receptie noemde dit een fietsostrade. Hier rijden meer fietsen dan auto's. En ja, inderdaad, dat klopt nu ook wel. Hè. Dat is wel leuk. Yes. Het is opgesplitst in postcodes. Hè? Welke postcode heeft het? Van 3400 tot... Nee, daarin dan. Ja, oké. Okay. Voilà. En we zijn er vanaf. Architectuur ten top hier. Hè? Kijk eens hier. Dit is toch wel een heel bijzonder huis. Wauw. Wat een heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Ik moet zeggen, ik ben al volledig in sfeer. Ik ben al volledig in de stemming gekomen. Ja, heel mooi. Ja. Echt, ja. Onze missie is trouwens ook snel afgelopen. Ja. Nu hebben we gelijk geen doel meer hier meer. Jawel. Jawel. Ons volgende doel wordt eigenlijk om hier iets te vinden om wat te drinken. Ja. En daarna moeten we wat vinden om wat te eten. Ja. Of gaan we alles tegelijk doen? Ik weet het eigenlijk niet. Het is ook wel een heel gezellig pleintje hier net. Hè? Al die lichtjes. Heel mooi. Speciale winkeltjes. Daar hou ik van. Hier heb je er heel veel. Dit is bijvoorbeeld een oud speculoos winkeltje. Het oudste adres stond er net op dat bordje. Ook zo'n laag deurtje trouwens. Ja. Recht tegenover een bioscoop. En dan niet zo'n een hele grote keten, maar zo'n klein gezellig gebouwtje. Allee, klein, het is best groot. Maar ja, er moet natuurlijk ook wel een zaal of twee in passen natuurlijk. Hè. Wat zou je hier kunnen eten? Ja. Ik denk hotdogs.
Ja. Van al dat rondrijden is Jules een beetje moe geworden. Ja. We gaan lekker aan het slapen. Dan gaan wij maar wat eten. We zijn hier gestopt bij een Mexicaans restaurantje. Zie je. Wat heb je eigenlijk? Ik heb een vegan burrito. Aha. Ik heb een taco bowl. We zijn terug in de kamer. We hebben een hele leuke avond nog gehad. Lekker gegeten. En nu zijn we terug herenigd hier met z'n allen. Hè? Hey, laat jij je tutje zo maar op de grond vallen. Ja. Ja. Ik heb die niet meer nodig, zegt hij. Wauw. Wauw. Hey. Wat gaan we nu doen? Ga je nog een beetje spelen hier? Ja, hè? Ja? Ga je slapen? Ja? Ja? En morgen gaan wij op tijd opstaan en dan gaan wij Utrecht verder ontdekken. Ah ja. Is dat goed? Dat is goed. Ik denk het wel. Ik ben het licht hier vergeten aansteken, hè? Ik kan dat hier dus, het licht besturen. Tada! Kijk eens aan. Een heel speelmatje voor onze Gilles. Ja. Oelala. Daar ga je niet lang op blijven liggen, dat voel ik al. Hè? Huh? Tegenietje. Zo. Heel goed, zegt hij. Meneertje, de koelste van de familie. Tip, 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 zo. Ja. Allee. Dat papa goed is, hè? Zo. Kom maar. 1, 2, 1, 2, 3. Ja. Yay. Zo. Ja. Hoi. Applaus. Jij ook applaus? Zo. Applaus. Hey, hoppa. Joe. Goeie. Ah. Ja! Wow. Hey. Hey! Goed, nu omgekeerd. Joppa! Woe! En... Oh. Joppa! Joppa! Even een dikke knuffel aan mama. Met een slaapzakje al aan. En dan moet je slapen, hè. Heb ik trouwens voor vandaag een kleiner boekje mee. Een konijnenboekje. Onze kabouterboekje is gezellig thuis gebleven. Hè? Gaan we thuis nog lezen als we terug zijn. Is dat goed? Ja. Ja. Hij is echt zo'n knuffelaar geworden. Hè. Ik geniet daar wel van. Hè. Morgen gaan we de stad verder ontdekken. Heel graag tot morgen en kijk ook eens naar deze video. Dat is een video van ons in een andere Nederlandse stad. Ik weet nog niet de welke, maar je ziet hem nu hier als je daarop klikt. Tot morgen!